We hebben natuurlijk na vorige week of na twee weken geleden natuurlijk gelijk de blik gezet op het nieuwe seizoen. En dan ga je natuurlijk ook naar je selectie kijken. We zijn natuurlijk bezig met spelers in en uit, trainers. En dan is het natuurlijk een mooi moment om officieel vandaag te verkondigen dat we een nieuwe speler definitief aan ons gebonden hebben. Blij, zeker. Zeker heel blij. Goed half jaar gehad, denk ik. En veel vertrouwen gekregen vanuit de club. En dat wil ik eigenlijk ook wel weer terugbetalen. Niet alleen met woorden, maar ook met echt daden. En het is tijd dat de NEC weer de Eredivisie ingaat. Ik denk als ik bij Willem II had gebleven, dan had je toch op het tweede plan gekomen. En ik denk dat voor een keeper op mijn leeftijd is het belangrijk om wekelijks te spelen en om je te ontwikkelen. En die kans heb ik nu gepakt, denk ik. En dat is denk ik tot nu toe de beste keuze geweest in mijn carrière. Ja, mijn doel is gewoon om Eredivisie te keepen. En dat is het doel van de club ook, om de Eredivisie weer in te gaan. En ik denk dat we daar met z'n allen, met de jongens die daar dit seizoen voor moeten gaan zorgen, dat we daar met z'n allen ons stinkende best voor moeten doen. En dat de supporters aan het eind van het seizoen niet met de spandoek staan van jullie zijn het shirt niet waard, maar dat ze aan het juichen zijn dat we het hebben gehaald. En ik denk dat je gisteren hebt kunnen zien hoe mooi het is als een keukenkampioen-divisie club de Eredivisie kan halen via de play-offs. Je hebt het met Twente gezien die rechtstreeks kampioen wordt. Dus volgens mij hebben we volgend seizoen twee kansen om rechtstreeks te promoveren. Dus daar moeten we optimaal gebruik van maken, denk ik. Ook teammanager Muslun Abantoglu verlengde zijn contract. Vroeger was het altijd leuk om voor NEC te mogen spelen. En ik vind het ook gewoon mooi om voor NEC te mogen werken. En daar ben ik zeker trots op, ja. Niet heel lang geleden, geloof dat het iets langer is dan een maand, kreeg je nog een formele ontslagbrief. Toen werd je eigenlijk al een beetje voorbereid, maar nu komt er dan in één keer dit nieuws naar buiten. Dan moet het een gekke maand geweest zijn voor je. Ja, kijk, tussen de regels door hebben we altijd wel dat we bespreken wat het inhoudt. En werd ook meteen gezegd, we gaan volgende maand wel meteen zitten. Dus dat werd me ook verteld. Ik wist wel dat er nog een vervolg aan zou komen.